Het is eindelijk zover, de update video waar iedereen op zat te wachten. Ik mag met de nieuwe Crocker Ash gaan spelen en in deze video ga ik zien of die goed is, of die slecht is, of die baas is, of als die stom is. Nee, we gaan erachter komen. Ik ben echt super benieuwd. Ik heb expres nog niet met hem gespeeld, zodat zeg maar mijn eerste reactie ook meteen op camera stond. Zodat ik ja gewoon een natuurlijke reactie heb, niet dat ik hoef te faken of zo. Dat doe ik sowieso niet, maar in ieder geval, het is sowieso leuk om gewoon voor het eerst dan te spelen. Dus ik heb er nog niet mee gespeeld en we gaan zien hoe die speelt. Ik ben echt heel erg benieuwd. We gaan de gadgets behandelen, de sterrenkracht gaan we behandelen. En wat ik ook mag laten zien is namelijk de hele Brawl Pass. Er zijn wat veranderingen in de Brawl Pass. Dat laat ik jullie ook zo meteen zien. En alle rewards die je kan krijgen. Maar voordat ik dat allemaal aan jullie laat zien, doe dat duimpje omhoog. Zouden we de 5000 likes kunnen halen op deze Ash video. Het zou super tof zijn als dat gaat lukken. En vergeet natuurlijk niet te abonneren en dan dat belletje te drukken. Blijf je op de hoogte van al mijn Brawl Pass video's en andere mobiele game video's. En mocht je mij willen supporten, gebruik de code Mouse in de Brawl Pass shop. In de Clash Royale salon. Shop, Clash of Clans, gewoon in de Supercell Games, daar komt het dan neer. En het checkbouws.nl voor je Bouws Army kleding. Maar laten we nu maar beginnen en ik zal eerst even de Brawl Pass laten zien aan jullie. En Prinses Shelly, want die heb ik ook nog niet kunnen laten zien aan jullie. Ik vind die Prinses Shelly skin echt super vet. Ik vind hem heel nice. Je krijgt die dus meteen als je de Brawl Pass koopt. In verhouding is de Brawl Pass natuurlijk goedkoper dan als je iets anders zou kopen. En dat je dan meteen deze skin krijgt is wel echt heel nice. Ja, en die schoten. Ik vind dit echt een van de betere skins van dit seizoen. En dat je hem meteen kan krijgen aan het begin als je de Brawl Pass koopt, vind ik persoonlijk wel heel erg nice. Ja, dat sowieso. Maar wat is aangepast? Ik zal het even vertellen. Onderste gedeelte wat je zeg maar gratis krijgt, dat is ongeveer hetzelfde zeg maar als vorige seizoenen. Misschien dat ze net een doosje hebben verplaatst hier en daar. Misschien wat coins. Weet niet precies, maar in ieder geval, dat is volgens mij ongeveer hetzelfde. Maar als jij naar de bovenste rij kijkt, dan zien jullie het misschien al. Je krijgt bij elk pad, krijg je nu iets. Het is maar een klein beetje meer, maar je krijgt nu gewoon elke keer wat. Wat ik persoonlijk leuker vind, maar in verhouding krijg je eigenlijk helemaal niet zoveel meer. Bijvoorbeeld hier krijg je 25 van die krachtpunten. Hier dan nog een keer hier 50 coins. Ze hebben zeg maar alles verdeeld. Normaal zou je bijvoorbeeld bij pad 5 100 coins krijgen. Ze hebben dat nu opgesplitst in twee verschillende delen. Dus je krijgt ongeveer evenveel, maar nu krijg je gewoon elke keer als je pad voorbij bent en je hebt de Brawl Pass gekocht, krijg je een gratis item en een betaalde item. Daar komt het zeg maar op neer. Dus dat is wel erg leuk. Dus je krijgt voortdurend krijg je wat. Dus het is niet zo dat je af en toe een pad moet overslaan voordat je weer wat krijgt. Dus ik vind het een goede update. Het is maar klein, het maakt niet heel veel uit, maar het is in ieder geval leuk dat ze dit hebben toegevoegd. Dat is het zeg maar van de Brawl Pass. En aan het eind van de Brawl Pass kan je natuurlijk de skin vrij spelen. En bij Tier 30 kan je natuurlijk de Crocker Ash vrij spelen. Als je de Brawl Pass hebt gekocht. Als je de Brawl Pass niet hebt gekocht, moet je alsnog eerst bij Tier 30 komen. Voordat je Ash kan vrij spelen uit dozen. Dus als je hem niet wil kopen, dan moet je alsnog eerst Tier 30 halen. En anders kan je pas volgend seizoen vrij spelen. En dan nu naar Ninja Ash. Die vind ik ook wel heel erg vet, om eerlijk te zijn. Voor een skin die meteen wordt released bij een Crocker. Vind ik het persoonlijk wel nice. We gaan hem even testen. En zo meteen gaan we natuurlijk ook even showdown doen met de gewone Ash. Wel tegen bots helaas, maar dat is niet anders. Ik vind het wel echt heel erg baas. En dat balkje daaronder bepaalt dus hoe snel die loopt en hoe snel die herlaat. Maar ik vind die skin wel, ik vind hem leuk. Ik vind hem leuk. Maar laten we nu maar eventjes gaan spelen met de nieuwe Crocker. Want dat is natuurlijk de reden waarom jullie kijken en waarom ik gewoon graag wil spelen. Ik wil gewoon met die nieuwe Crocker spelen. Dat doe ik dan wel even in solo showdown tegen bots. Want dit is zeg maar een soort van demo-account van Supercell. Ik kan niet zomaar bam in één keer met allemaal mensen online spelen. Dat gaat helaas wat moeilijker hier. Dus we doen het nu tegen bots. Als de Crocker helemaal uitkomt, dan kunnen we hem natuurlijk ook tegen echte mensen gaan testen. Maar als je tegen bots speelt, heb je al in ieder geval een idee of die goed gaat worden of die slecht gaat worden. Dat weet je dan ongeveer al wel. Qua damage vind ik dat hij niet heel veel damage doet. Maar volgens mij, als je dat balkje hebt geladen, doe je meer damage. Ik doe nu... Ik doe nu, zag je dat? Ik deed 2500 damage. Dat is ziek. Dus als dat balkje is geladen, loop je sneller en je schiet... Of je doet meer damage. Dus dat is wel echt heel nice. Dus ik nu doe 2000 damage. En waarschijnlijk als mijn balkje zo meteen terug is, dan doe ik weer minder damage. Dat is wel echt insane. Oké, maar mijn super die heb ik nog niet eens ingezet. Ik ga mijn super eens inzetten. Wat doet die precies? Oh ja, dat waren allemaal kleine robotjes die naar hem toe gaan. En die vervolgens damage doen. Oké, daar was een Leon. Ik ga eventjes uitkijken. Huh?
Zat die leeuw bij mij in de bosjes? Oké, dat was een beetje shit. Of had hij onzichtbaar gedaan? Dat kan. Oké, ik vind het een zieke knokker. Maar we gaan even knokbal doen. Even 3 versus 3. En ik zal trouwens eventjes nog even rustig gaan kijken wat de sterkrachten en gadgets inhouden. De eerste sterkkracht. Als Ace tegenstander raakt waarbij hij al zijn 3 de aanvallen klaar heeft staan, wordt hij 100% razend en dan bij een normale aanval. Oh, dan gaat dat balkje waarschijnlijk sneller omhoog. We gaan het eventjes proberen, want ik weet nu even niet helemaal precies wat ik mij daarbij moet voorstellen. Misschien als je gewoon volledige lading hebt, dat je dan sneller het eerste balkje krijgt of zo. Dat zou kunnen. Ik denk het wel, want die balkjes zijn in één keer geel. Dus ik denk wel dat dat zo is. En dat hij dan nu iets minder snel herlaat. En als je nu weer een hit doet, dat hij dan meer herlaat. Ja, je krijgt dus meer balkjes erbij. Dus dan gaat dat dubbel zo snel. De volgende sterrenkracht. Wanneer Ash razernijmeter volledig gevuld is, slaat hij 30% sneller met zijn bezem. Hoe woedender hij is, hoe sneller die aanvalt. Oké, dat is ook wel heel nice. Die zal ik even selecteren. En zijn gadget, wat doet zijn gadget? Ash moet zijn woede beheersen. Als zijn razernijmeter vol is, krijgt hij 2500 gezondheid terug, waarmee deze gadget wordt geactiveerd. Oké, dus als zijn balkje helemaal vol is, kan je deze gadget inzetten en krijgt hij 2500 gezondheid terug. Dus dat is wel ziek. Hoe minder woedend hij is, hoe minder hij geneest. Dus je krijgt meer genezing op het moment dat je zeg maar heel woedend bent. Dus als jij 3 balkjes woedend bent, krijg je 2500 en bij minder krijg je dus minder HP erbij. We gaan het zo meteen even testen. Ik heb nu trouwens de sterkkracht ingesteld dat je sneller herlaat. Dus dat kunnen we zo meteen even testen. Oh, dit gaat wel vrij goed. Ik kan nu mijn gadget inzetten en inderdaad heb ik meteen 2500 HP erbij. Dat is wel nice. Hier, kaboom, boom. Ah, dat is jammer. Dat is jammer. Ik dacht ik wil even een trickshot, maar dat valt er helaas een beetje tegen. Ik kan weer even mijn gadget inzetten. Kijk, ik kreeg nu minder terug. Waarschijnlijk omdat ik minder razend was. Ik denk dat dat de reden was dat ik nu minder HP terugkreeg. Dat moet haast wel. Dus hoe boos je bent, hoe meer HP je terugkrijgt met je gadget. Dat is goed om te weten. Maar ik moet nu even weer gaan aanvallen. Ik denk persoonlijk trouwens wel dat deze knokker wel een moeilijke knokker gaat worden om mee te spelen. Maar dat die wel heel goed gaat worden. Je moet er gewoon eventjes mee leren vechten. En dat kan ik momenteel nog niet. Dit is mijn eerste potje. Of na mijn tweede potje om eerlijk te zijn. Maar ik denk wel dat hij ziek overpowered gaat worden. Dat denk ik wel. En het is sowieso heel leuk dat het weer compleet iets nieuws is. Het is gewoon weer heel wat anders dan wat je normaal hebt. Ja. Oké, ik wil trouwens even een super krijgen. Ja. En hier nog even een hit. Top. En dan kan ik zo meteen mijn super even gebruiken om aan te vallen. Ik denk dat dat wel even leuk is om te gaan doen. Want die super is nice. Dat zijn gewoon allemaal kleine lopende bommen. Die gaan gewoon naar de eerstbijzijnde toe. En die doen dus... Oeh, even hierheen. Ik doe gewoon 2000 damage in knokbal. Dat is echt niet normaal veel. Maar die doen dus 400 damage per hit ongeveer. En hier weer even een hit. Yo, dat is echt niet normaal hoeveel damage ik doe. Als die woedebalk helemaal geladen is, doe je zoveel damage. Ik doe gewoon 2000 damage per hit. Nou, dat is voor hier in knokbal echt insane veel. Maar ik ben er nu best geweest voor knokbal. We gaan het nu even afmaken. En dan gaan we zo meteen nog even één andere game mode doen. Even hits. Even gadget aanzetten. Dat was misschien niet het meest handige. Maar Dynamite kan dit natuurlijk voor geen meter verdedigen. Oh, dit is echt heel nice. Die gadget vind ik echt heel bruut. Ja, Barley gaat dit ook niet verdedigen. Top! We hebben gewonnen. Eitje, het zijn natuurlijk ook bots, dus dat is ook logisch. Maar ik vind de nieuwe knokker ziek. Echt heel nice. Weet je wat, we doen nog even een potje knockout. Dat vind ik ook altijd wel een leuke game mode. In de nieuwe omgeving. Oeh, die ziet er wel heel nice uit om eerlijk te zijn. We gaan eens kijken of we dit kunnen winnen. Ik denk dat dat wel moet gaan lukken. En dan probeer ik even woedend te worden. Zodat we natuurlijk extra damage doen. Dat is het. Het lijkt wel een beetje, als ik het zo omschrijf. Lijkt het wel een beetje op... Oh, moet ik nu even uitkijken. Want mijn teamgenoot zijn allemaal dood. No! Hij killt mij gewoon. Wat? Nee, maar het lijkt wel een beetje op Jack. Nee, geen Jackie. Op Search, dat wou ik zeggen. Search is heel slecht op het moment dat hij zeg maar niet geboost is. Maar als hij helemaal als boost heeft, is hij echt niet normaal goed. Oh, ik heb nog maar net gewonnen. Dat scheelde helemaal niks. En dat is bij deze knokker ook zo. Kijk, nu in het begin is hij slecht. Maar als hij eenmaal woedend is, loopt of nou, dan doet hij veel meer damage. Dan is hij gewoon in één keer een stuk beter. En dat is toch wel even een stuk chillen natuurlijk. Moet even uitkijken. Help. Oké, ik ga proberen dit nog te halen. Ik moet trouwens beter gebruik maken van mijn gadget, want dat heb ik nu nog helemaal niet gedaan. Hij herlaat trouwens niet heel snel, om eerlijk te zijn. Het is een knokker die niet snel achter elkaar schiet. Dat is wel een beetje minder, maar ik vind het wel echt heel nice. Oké, komt u maar, Griff.
Komt u maar. Ik ga even hier om het hoekje en dan kom ik zo tevoorschijn. En dan de gadget, dat was eigenlijk niet eens nodig. Die super is ook echt heel nice. Alleen die super is alleen goed te verdedigen op het moment dat je knokker bent die zeg maar allemaal damage in één keer kan doen. Maar als jij een knokker bent die één aanval doet per keer, oh, dan ben je echt de lul. Ik vind de knokker heel nice. Oké, we doen nog één laatste potje, dat wordt echt de laatste. We doen nog even een potje solo showdown. Vind ik leuk, dan zoek ik even een leuke map op als laatste. Mysterieuze aanraking. Is dit een nieuwe map? Ik weet het niet. Ik vind hem in ieder geval leuk uitzien. Dit wordt de laatste potje. Dan ga ik nu volop in de aanval. Niet verdedigen. En zorgen dat ik zoveel mogelijk kills ga maken. Kijken of dat gaat lukken. Ik ga dus nu niet voor de kistjes. Want het nadeel van die kistjes. Je bent er super lang mee bezig. Kijk, dan kan ik beter even die... Oeh, ze gaan hier met elkaar vechten. Dat is helemaal perfect. Als jullie nou elkaar even killen. In ieder geval een poging doen tot... Ja, dankjewel. Kijk, oh, moet even mijn gadget inzetten. Oké, ik kreeg nu dus 2500 levens erbij. Maar dan is dat balkje meteen weg. Dus als je je gadget inzet, gaat dat balkje meteen weg. En kijk hoe weinig damage ik nu doe. Dat is echt niet normaal. Ik wacht even op die Sandy. En dan ga ik die Sandy aanvallen. Kijk, en dan doe ik nu al 2500 damage. Oh, dat is echt insane. Nu al 2600. Je doet in één keer zoveel damage als je een paar keer zo'n hit hebt gedaan bij een knokker. En ik loop ook inderdaad sneller. Hier even hits. Oh, nee! Oh, dan ging ik ook in één keer heel snel dood. Maar in ieder geval, zieke knokker. Ik moet hem nog wel een beetje doorkrijgen. Het is lastig knokker om hem goed onder de knieën te krijgen. Maar ik denk dat hij ziek overpowered gaat worden. Al op het moment dat hij uitkomt, ga ik hem natuurlijk proberen zo snel mogelijk rank level 25 te halen. Maar hey, dat is iets voor dan. Maar dat was dit voor deze video. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet dat duimpje omhoog achter te laten als je dat nog niet hebt gedaan. En dan heb ik tot slot nog mening te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, bazen. Als je dit nou een leuke video vond, check dan even de video die hier komt te staan. Dan vind je die waarschijnlijk ook wel leuk. En abonneer natuurlijk even, dat kan je hier dan hieronder doen. Dan blijf je op de hoogte van al mijn video's. Dat is natuurlijk net zo leuk. En ik heb ook kleding, Bouws Army kleding. Wil je het zelf kopen? Ga dan naar bouws.nl en word lid van de Bouws Army. Let's go!